Eén ding is een feit. Ik word steeds wakker. Dat is het enige wat vaststaat. Je hebt van die dagen waar je lichaam niet meewerkt. Dan heb ik al moeite met mijn kopje optillen of mijn vork. Mensen onderschatten je toch snel. Bewust of onbewust. En ik heb wel het gevoel dat ik harder mijn best moet doen en harder moet werken om mezelf te bewijzen. Ik ben gestopt met school. Uiteindelijk omdat ik het niet meer trok. Ik werd constant geconfronteerd met wat ik niet kon. Eén keer werd mij verteld dat ik maar beneden van de trap moest blijven staan. En ik kon er toch wel mee luisteren. Toen ben ik huilend weggegaan. Ik dacht, ik ben toch geen meubelstuk. Ik ben het meeste bang om nu mijn longfunctie te verliezen. Dat ik niet zelf meer kan ademhalen.